En dan meteen de eerste vraag aan u. Want wie zijn deze twee mannen? Zij worden gezocht voor een auto-inbraak. Een 25-jarige man zat in de nacht van zondag 16 op maandag 17 september in zijn woonkamer van zijn huis aan de Trolstrakade in Den Haag nog even wat te gamen. Toen hij om 14:15 ineens het alarm van zijn auto af hoorde gaan. Die had hij aan de overkant bij de woonarken geparkeerd. Ja, op zich niet zo bijzonder, Esther, want dat gebeurde natuurlijk wel vaker. Ja, en hij heeft nog even naar buiten gekeken, maar hij zag niets bijzonders. En hij heeft het alarm toen afgezet met zijn afstandsbediening en is weer verder gaan gamen. Maar vlak daarna ging het alarm weer af. En nou, toen keek hij naar buiten, maar ja, toen zag hij dus twee mannen bij zijn auto staan. Hij bedacht zich geen moment en hij rende naar buiten. Ja, en daar schrokken die mannen van. Ja, hij riep ze direct aan met wat ze daar aan het doen waren en hij zag dat ze schrokken. Maar hij zag ook dat ze op hem kwamen aflopen. Het slachtoffer zag toen dat een van die twee mannen een vuurwapen in zijn handen had. Nou, daar schrok hij natuurlijk weer heel erg van en hij deinsde dan ook terug. Ja, dat was natuurlijk de bedoeling, want daarmee konden die mannen weglopen. Ja, en die rende over de rijbaan van de Hadewiegstraat in de richting van de Moerweg en daar verdwenen ze. Het slachtoffer heeft direct alarm geslagen. Hij zag toen ook dat de ruit van zijn auto was verbroken en dat zijn ingebouwde navigatiesysteem weg was. Ja, het is die twee dus gelukt om iets mee te nemen. We hebben beeld waarop te zien is dat ze al eventjes in die buurt waren. Ja, hier zien we de twee in de verte aankomen lopen op de Hadewiegstraat vanuit de richting van de Moerweg. Nou, alsof ze op de hoogte zijn dat er een camera hangt, heeft een van de twee een capuchon over zijn hoofd getrokken. Maar de ander die doet dat niet en die man is dan ook een stuk beter te herkennen. Vooral als hij straks dichterbij komt. Ze blijven dan even staan bij de hoek met de Trolstrakade en ze kijken wat om zich heen. Nou, een van de twee die verdwijnt uit beeld en komt even later weer terug. En dan schijnt hij met een lampje in een geparkeerde auto. En dan wenkt hij zijn handlanger. Die komt ook onze kant op. Rustig aan. Die kijkt dan nog even in de auto. Ook met een lampje. En dan verdwijnen ze uit beeld. Nou, vervolgens horen we het alarm van de auto van het slachtoffer afgaan. Dat wordt dan uitgeschakeld. Maar gaat vlak daarna voor de tweede keer af. En dan worden de mannen dus betrapt. Ze rennen vervolgens de Hadewiegstraat in. En dan zijn ze weg. Ja, een van de twee verdachten is het beste te zien. Hij heeft kort zwart haar, een rond gezicht met baardgroei en een stevig postuur. En de jas die hij draagt is van het merk Canada Goose. Zijn gezicht is ook eventjes best wel goed te zien. Ja, de ander die is minder duidelijk herkenbaar. Hij heeft een donkere huidskleur en draagt een grijze broek, een grijze jas met capuchon, met daaronder een wit shirt en lichtkleurige gimpen. En misschien zegt zijn kleding of de combinatie van de twee u wel iets. Weet u wie dit zijn of waar ze verblijven? Laat dan van u horen via de opsporingstiplijn op 0800 60 70. Meld misdaad anoniem op 0800 7000 of tip de politie via WhatsApp. En dat nummer is 06 17 21 4856. En op onze site teamwest.nl kunt u voor alle zaken ook een digitaal tipformulier invullen. Zowel direct naar de politie als naar meld misdaad anoniem.